Beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Dada 5000 Vlogs. Ik ben afgelopen week naar Alkmaar afgereisd, waar ik een vlog heb opgenomen met niemand minder dan Gago Drago. Onze Armeense vriend. Heb over de 100 partijen gevochten voor zowel K1, It's Showtime. Heb volgens mij echt tegen iedereen gevochten. 70 kilo, 72,5 uit mijn hoofd. Dus ik neem jullie mee. En voordat ik jullie ga laten genieten van mijn volgende vlog, vergeet niet te abonneren. Want dat vergeten jullie allemaal. Want ik loop wel allemaal filmpjes te filmen, maar ik zie geen volgers erbij. Dus even abonneren voordat je verder gaat kijken. En veel kijkplezier. I feel like Al Pacino. Me only think about the Niro. I just sold a couple kilo. Dan Dada. Original Dan Dada. Dan, 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 dada. Original dan, dada. Ja, dames en heren. Ik heb afgesproken vandaag met Gago Drago om een vlog op te nemen. Hij verblijft momenteel in een hotel in Alkmaar. Waarom? Simpelweg omdat hij hier even tijdelijk is. Kijk, daar is hij. Daar is hij. Broeder! Sabi! Hoe is ie, man? Goed, man. Goed, man. Hoe is ie? Kom verder, kom. Kom. Ja, ja. Vandaag geen Andy in de auto, maar Dada 5 Doezoe in de auto. Yes. Oké, gaan we lekker even een stukje rijden. Hebben we hem. Breaker, breaker, 1-2. Drago! Ladies and gentlemen. Motherfuckers and bitches. Bow down, it's Drago! Casablanca connect. They don't let me out. They don't call my name. They done read the four chapters. Drago! I've been born again. Master, hit the switch. Igor, he's alive! Ja, dames en heren, zoals jullie zien, de enige echte, for real,
Gago Drago. We zijn er. Eh? We zijn er, mensen. Zeker weten. Ja, man. Leuk je te zien, vriend. Leuk ja, is gelijk. Zien, ja. Ja, leuk dat je even tijd kon maken. Geen probleem, ja. Ja, man. Voor goede mensen maak ik altijd tijd. Ja, leuk om te horen. Voor de nieuwe generatie. Ja. Kijk, ik ken jou sowieso. Ja. Weet je wel? De mijn generatie, ouder, die weten sowieso wie ja. je bent. Maar voor de nieuwe generatie, ja. die opgegroeid zijn met alleen maar Glory en zo. Die kennen niet de K1. Die kennen niet de echte vechter. Die zijn maar de... De leukste periode, de echte periode, kennen ze niet. Hebben ze gemist, hè? Hebben ze gemist, ja. Hebben ze gemist. Kan je even vertellen wie je bent en wat je allemaal hebt gedaan en waar je allemaal hebt gevoeld? Mijn naam is Gago Drago. Ik ben Armeense Nederlander. Ik vecht vanaf 2000. Vecht ik. Ik heb 140, 150 wedstrijden. Japan gevochten. De leukste landen waar ik gevochten heb is Japan, Nederland, Japan, Portugal, Rusland. Klein beetje van, door de hele wereld gevochten, maar die zijn de leukste landen waar ik gevochten heb. Kan ik wel zeggen dat ik tegen iedereen gevochten heb. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik van iedereen gewonnen heb. Ja. Maar ik kan wel zeggen dat ik iedereen moeilijk heb gemaakt. En los daarvan, ik kan mij niet herinneren dat je ooit een partij hebt afgezegd. Ik heb nooit een partij afgezegd. Je hebt tegen iedereen gevochten. Ik heb tegen iedereen, vriend. En wat je zegt, je hebt iedereen moeilijk gemaakt. Vriend, luister erbij. Ik ben zelfs, ik ging naar de wedstrijden. Ja. Zeg maar, mijn trainingpartners moesten vechten. Ja. Ik ging... Als een supporter ging daar naartoe. Ja. En, niet voorbereid, niks. Niks voorbereid. Ja. Geen in zijn broekje aan. Ja. Het is een boodschap, ja. joh. De promotor vraagt aan mijn trainer of hij 72,5, ik voel 72,5 ja. Kilo jongen heb, want ja. iemand is uitgevallen. Ja. En zo, ik heb volgens mij zo, op deze manier heb ik denk 5 of 6 wedstrijden. Met hij gevochten. Ik was meestal was ik zeg maar C-klasse, ik moest B-klasse invallen. Ja. Ik was B-klasse, ik moest A-klasse invallen. Ja. Dat soort dingen. Ja. Heel veel plekken moest ik ook gaan invallen. Ik heb best wel een hele rare carrière gehad. Ja. Maar wel een leuke carrière. Maar zeker wel een succesvolle carrière, toch? Oh, kijk. Als je zeg maar nu terugdenkt, ja. Ik kon veel meer uithalen, maar het is verleden tijd, weet je. Ja. Zeker weet je, succesvolle carrière gaat, 100%. En als je nu terugkijkt naar de vechters van vroeger en de vechters van nu? Kijk, wat ik verschil vind, ja. Er zijn natuurlijk heel veel goede vechters tegenwoordig, 100%. Ja. Maar wat het verschil is... Wat ik vind, mijn mening, ja. Vroeger moest je zeg maar, vechten, knokken, moest je jezelf laten zien, laten bewijzen om aan grote galas te komen, op grote galas te vechten. Maar nu doet de promotor voor jou. Ja. Jij moet zeg maar, telefoon pakken, Instagram zetten, oh kijk, een beetje water over je heen gooien, zeggen, oh ik heb hard getraind en zo, die dat. En dan promotor doet alles voor jou, want... Soms zie ik wedstrijd denk ik, nou, die gaat in deze C-klasse of een nieuweling, man, begrijp je? Nee, het niveau is een beetje gedaald, maar vroeger moest je echt jezelf bewijzen door goed te knokken. Moest je zelf bewijzen, moest je zelf knokken om doorheen te halen. Maar kijk, tegenwoordig zie ik ook jongens denken, goed, maar minder, weet je? Ja, Want vroeger zeg maar 10 jongens hadden, 8 waren top, 2 waren oké. Okay. Ja. Nu is 1 is goed, 8 is eentje is oké. Begrijp je wat ik bedoel? Dan heb ik een vraagje over jouw opkomst van vroeger. Fuck. Je voelt hem aankomen. Iedereen wist... Ik haat het niet meer. Als Gago Drago opkomt, ja. is gekhuis. 100%. Is gekhuis. 100%. Wat ging er, neem ons even mee, oké, ja? Kijk, je wordt opgeroepen. Het ging zo, zeg maar, in onze stad, Alkmaar. Ja. Was een Marokkaanse DJ, Khalid Oasis. Freddy, maak reclame voor jou, hè? Ja.
hij maakte voor elke goede vechter, waar de hebben goede vechters zijn, Alkmaar, ja. Hij maakte opkostnummer. Okay. En toen ik zeg maar ook A-klasse kwam, professioneel werd, ik vroeg aan hem, zei, vriend, kun je ook voor mij maken? Ja. Hij zei, ja, geen probleem. Maandje heb ik van hem niks gehoord. Ja. Elke bel, sms, niet opnemen. Ja. Maandje niks gehoord. Eén dag voor de wedstrijd krijg ik mijn opkostnummer. Ik heb ze maar die muziek heb ik niet gehoord. Hij zei, het is een leuke nummer. Heb ik niet gehoord, heb ik gewoon aan Rashid gegeven. Rashid was, hij regelde alles in Showtime. Oh, it's Showtime. Ja, Showtime was van Simon Rutsch. Ja. En Rashid was een soort, ik denk, producer of directeur. Ik weet niet hoe je moet zeggen. En it's Showtime is de voorganger van Glory, hè? Want je had eerst Showtime. Showtime was de shit, bro. Was de shit. Ja, klopt. Ja. Ik word geroepen. Ik moet gaan opkomen. Ja. Ik hoor eerst keer mijn muziek. Ja. En ik denk, leuke nummer. Ja. Dus ik ging opkomen. En op een gegeven moment mijn handen en benen gaan automatisch. Los. Automatisch. En ja. Ik begin te dansen. En ik kan niet dansen. Ja. En zo is het zo lang gebleven. Ja. Niks veranderd. Helemaal geen, geen puntjes op i gezet of weet van, weet je. Gewoon een beetje dans veranderen of die dat. Nee, helemaal niks. Van het begin tot het einde zo gebleven. En ik denk na een jaar of twee, denk ik. Ja. Ik was zo zat die muziek, man. Ja. Ik was zo zat. Maar promotor zei, als je niet opkomt met die muziek, ga niet vechten. Want dat was, dus, dat was jij. Dat was soort. Weet je wat het is? Kijk, deze sport is niet alleen vechten in de ring, maar is ook, je moet mensen laten genieten. Ja. Entertainen, klopt. Ja, ja. Ja, dus zeg maar, moet je zeg maar all-in alles goed hebben. Ja. En zo is het gebleven en gegaan door de hele wereld. Je nu, ja, je wordt gebeld, je zegt, hey luister, Gago, we willen jou in Japan hebben. Jij mag, weet ik veel, volgende maand vechten en jij krijgt je in die tussentijd fit. Yeah. Je mag eigen opkomstnummer doen. Vriend, ik ben elke dag fit, vriend. Ik train. Kijk, nu is moeilijk omdat door corona alles is dicht. Ja. Normaal train ik zeg maar 2 of 3 keer per dag. Ja. Soort drugs geworden voor mij. Ja. Verslaving, ja. Kom je niet vanaf. Nee. Ik kan gewoon niet trainen. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja. Dus dat soort dingen. Hoe doe je dat nu dan in de corona thuis? Of, Met corona? Ja. Ja, thuis, buiten. Ja. Nu is wel oké, want zeg maar, is lekker weer niet echt koud en zo. Nee, die dat. Het is te doen. Het is te doen. Ja. Ja. Dat soort dingen. En wil jij. Stel je voor dat je iemand nu op 72,5 kon uitdagen waarvan je denkt van tegen die wil ik vechten? Nee man, 72,5, ik ren me man. Nee. Wat zou je willen vechten als je... 82, 85? 85. Vriend, ja, klopt. Ja. Nee, die 72,5, ik redde... Ik voeg 70 kilo hè. 70 kilo? Ik begon 72,5, ja, maar toen ik K1 ging, dan 70. Was 70 of zwaar gewicht. Of, ja, ik ben te klein voor zwaar gewicht, ja. Dus ik ging naar 70. Ja. Oké, dames en heren, we gaan naar de knockdown ronde. Ik ga jou zo dadelijk 8 vragen stellen. Let's go! En dan moet je kiezen tussen het een of het ander. Dat moet je zo snel mogelijk doen. Binnen een minuut. Man. Is het na een minuut, ben je knock-out. Ben je knock-out gaan? Dat is niet leuk, man. Je gaat het halen. Dat is easy, niet leuk, man. Easy. Niet te veel nadenken, gewoon pop, gelijk. Oké, maar je gaat me antwoord vragen. Je gaat me een vraag stellen, ja. Maar je gaat ook die antwoorden geven. Je moet kiezen. Okay. Juist, je moet kiezen, ja. Het is één of het ander. Yes. Okay. Ben je ready? Ja, ja. Gaan we starten. K1 of Muay Thai? K1. Amsterdam of Rotterdam? Amsterdam. Trainen of lesgeven? Alkmaar, wat Amsterdam dan wil. Lekker belangrijk, man. Alkmaar, okay, we hebben geen tijd. Trainen of lesgeven? Trainen.
Vechten in Nederland of vechten in het buitenland? Nederland. Uitgaan of uitslapen? Uitslapen. Slechte pot winnen of een goede pot verliezen? Goede pot verliezen. Benen en knieën? Eigenlijk lekker belangrijk. Je moet gewoon alles winnen. Alles winnen. Oh, kom, we gaan verder. Okay. Benen en knieën of stoten? Benen. Zelf weer fit worden en kampioen worden of een nieuwe kampioen maken? Zelf kampioen worden. Ah, sterk. Easy toch? Maar een paar vragen. Makkelijke vragen. Dat was alles? Nee, maar ik wil nog weer. Ik wil nog weer. Oké. Maar je zegt, hè? Je zegt, Alkmaar is sowieso jouw stad. Ja. Even voor de duidelijkheid, ik ben ook geboren in Alkmaar. Alkmaar is ook mijn stad, hè? Ja. Over die, dames en heren. Over die. Oké, nou, wat ik tegen je wilde zeggen, hè? Uitgaan of uitslapen? Uitslapen. Uitslapen, vind je lekker? De hele dag thuis blijven? Ja. Ja? Ik vind uitgaan niks van, man. Nee? Nee, ik heb nooit een type geweest toen ik jong was, dat deed ik wel. Ja. Maar na een jaar of twee, dan ben je zat, man. Nee. Ja. Kijk, zeg maar, toen ik bezig was met professionele vechten, ik vond uitgang zo niks van. Nee, af en toe is het gewoon leuk om even met de vrienden, met mensen, even een leuke plek. Ja. White Sensation. Ja, een grote feest. Wel met een leuke groep. Ja. Maar je moet lachen, je moet genieten. Ja. Ik kan niet van drinken en dansen. Nee, dat soort dingen. Nee. Ja. En je zei ook op een gegeven moment: ik vroeg een slechte pot winnen of een goede pot verliezen. Goede pot verliezen, ja. En toen zei je een goede pot verliezen. En daarna twijfelde je nog: zei je, eigenlijk moet je alles winnen. Eigenlijk, weet je wat het is? Waarom ik dat zeg? Kijk, ja. Ik heb zeg maar zoveel wedstrijden heb ik verloren, maar een goede wedstrijd niet gezet. Goede gevochten, ja. Maar een paar jaar later gaan ze vragen. Je hebt tegen deze jongen gevochten? Ja. Gewoon of verloren? Als je zegt, ik heb verloren, maar ik heb zo'n mooie wedstrijd neergezet. Ja. Dan gaan ze al je uitlachen. Ja. Omdat, want ze hebben ze niet gezien. Ja. Jij zegt al, je hebt al verloren. Ja. Dus dit is al minpunt. Ja. Wat je gedaan hebt of niet gedaan hebt, maakt niet uit. Ze hebben de partij je hebt gezien. Verloren, klaar. Ja. Begrijp je, broer? Daarom. Daarom. Nee, daar heb je een punt. Daarom. Ja. Want ik heb deze vraag ook een keer eerder aan Marco Piquet gesteld. Ja. En toen zei hij inderdaad, weet je, mensen onthouden, weet je, een goede partij. Maar van dit oogpunt kan je hem ook zien. Kijk, mensen. Jouw tijd, dan gaat die onthouden. Hij zegt, man, hij heeft verloren label. Het was meer voor hem, want hij heeft mooie wedstrijd neergezet. Ja. Maar de andere, de oude jonge generatie, die denkt, hij heeft verloren, oké, weet je wat. Ja. Ik hoef niet de wedstrijd te kijken, want ik zie alleen maar L voor zijn naam staan. Ja. Dus dat. Ja. Dat soort dingen, vriend. Duidelijk. Gago, je bent een Armeense Nederlandse vechter. Ja. Je woont in Nederland, je bent Armeens. Ja. Laatste tijd, hoe vind je het eigenlijk hoe de Armenen het op dit moment doen? Goed hoor. Ja. 100% ja. Want je kan zeggen wat je wilt, overal aan de top tellen de Armenen wel mee. 100% Grigonias uit België. Ja. Giorgio Petrusen uit Italië. Ja. Nummer 1 van One Champion. Klopt. Ja. Uit Nederland. Ja, Gegard Mousasi. Mousasi, ja. Even jongens uit Amerika. Boksen, Duitsland. Ja, ja. Ja, is het nog goed? Denk je dat het iets in de Armeense genen zitten? Want ik ben Marokkaan. Ja. En je hebt heel veel Marokkaanse vechters. Maar je kan zeggen wat je wilt. Top, man. Ja, maar dat komt omdat hun een vechtershart hebben. Begrijp je? Klopt. Van binnen. Ook al kunnen ze niks. Al zeg je tegen hem, hey, luister, je hebt nog nooit getraind. Wil je volgende week een wedstrijd vechten? Ja toch. Klopt. Op die vechtershart. Maar hoe zit dat bij de Armenen? Ik denk het ook. Beetje hetzelfde. Maar ja, hetzelfde. Ja, denk wel, ja. Ja, ja. Want je hebt meer goede Armeense vechters uit het buitenland dan in Armenië. Ja. Want als ze weggaan, dan willen ze iets bereiken in hun leven. En ze gaan ervoor.
En dan kan je zien, vriend. Je bedoelt weggaan uit hun land, destijds? Ja, als je naar een ander land verhuizen, ja, dan willen ze iets bereiken in hun leven. En ze doen alles aan om goed te trainen, goed te presteren. Dan krijg je zeg maar een goede naam. Ja. Oké, dames en heren, jullie hebben het net niet gezien, maar ik werd hier bijna bedreigd. Hij zei tegen mij. Ronde 2, dat was leuk, man. Ik heb gewonnen, ik heb deze ronde gewonnen, dus ronde 2. Hij zegt tegen mij, nog een ronde. Ik zeg, nou is goed, dan ga ik nog eventjes wat vragen voor hem opschrijven. Ben je klaar, ronde 2? Ja. Oké. Goed inademen, goed uitademen. Klopt. Oké. Uit eten of thuis eten? Uit eten. Zomer of winter? Zomer. Grote gala. Wat is voor vraag, man? Zomer toch? Zomer is het leuk, man. Ja. Nederlanders toch? We houden van koud, sneeuw, alles. Maar zomer is leuk, zomer is leuk. Ik heb PT-klanten en zeggen in de winter: ja, Mo, kom lekker trainen. Maar zomer is leuk. Oké, is goed. Grote gala vechter met minder gage of kleine gala vechter met meer gage? Meer gage, man. Lekker belangrijk bij de gala, man. Oké. Terug op 70 kilo vechten of droog 85 kilo? 85. Droog. Droog, ja. Psst. Ja, lekker eten, man, 100%, man. Rot op met die komkommer wortel eten, man. Bro, we gaan weg, man. We doen niks, man. Alkmaar of Armenië? Alkmaar. 100%, ja. Ja, een kaaskop. Vriend, kijk, weet je. Zeker weten. Ik ben er trots op, want vriend, alles wat ik geleerd heb, heb ik hier geleerd. Ja. Weet je? Ik ben in Armeen, oké. Okay, maar alles wat ik geleerd heb, heb ik hier geleerd, weet je? Ja. Dus nee, Alkmaar. Zeg je mooi, oké. Okay. Hou je van blond of van brunette? Met lekkere kont. Met lekkere kont, ga niet uit, hè? Alles een paars. Blonde brunette. Wat is brunette? Brunette is een beetje bruin. Bruin haar. Ja, bruin, ja. Bruin. Of hou je van zwarte haren? Ja, ook ja. Ja, die gebied, ja. Of mij niet, als ze die maar omgeving. Hè? Als ze maar komt. Die omgeving. Ja, meer brunette. Oké, ik ga het mooi tegen je zeggen. Of een blonde vrouw met een grote kont. Of een bruine. Ik wil wel een grote kont, man. Ik wil geen grote kont. Mooie ronde ronding, man. Groot, wat is dit? Oké, sorry. We gaan verder. Maak het af. Oké. Nooit meer vechten of nooit meer lesgeven? Ja, denk daar maar over na. Wie verzint deze vraag, man? Ik verzint. Je hebt zelf gevraagd. Nooit meer vechten. Nee. Oké. Heb ik de laatste vraag. Deze is pittig, hè? Ja. Tegen Cedric Doumbé vechten, nummer 1, 77 kilo glory. Ja. Of tegen Regian Eersel vechten, nummer 1, one champion. Hey, Eersel, man. Eersel is een toppe, man. 100%. Eersel. Je weet, brother. Je weet. Dus wil je tegen Eersel vechten of liever tegen Cedric Doumbé? Ik wil tegen helemaal niemand vechten, maar als je maar de keuze hebt, dan de keuze is Eersel. Eersel is topper. Dus jij gaat tegen Eersel vechten? Ik wil niet tegen Eersel vechten. Nee. Dat is maar zo'n visie, weet je. Jij moet kiezen tussen Cedric Doumbé, ja? Staat voor jou, je moet door de Cedric Doumbé deur, ja. Of je moet door de deur Regian Eersel. Door welke deur ga je en dan moet je met diegene vechten? Waar is meer geld? Ja. Er is geen geld. En je moet gewoon door die deur. Je moet aan de andere kant komen. Oei, er is geen geld. Er is geen geld. Grote man, ik ga troepen. Erzo. Broeder, bedankt voor je tijd. Het was mij een genoegen om naar Alkmaar toe te komen en om jou vandaag te mogen vloggen. Ik vond het top, vriend. Ik vond het echt leuk. Ik vond het leuke vragen, grappige vragen. Ja. Ik denk dat de kijkers ook leuk gaan vinden. Ja. En ik dank je ook dat je gekomen bent. Ja. Ik wens je een fijne reis terug naar je dorp. Ja. Naar Rotterdam. Die moet je knippen. Hè? Laat alles laten. Doen. Broer, top, thanks. Ontzettend. I feel like Al Pacino. Me only think about the hero. I just sold a couple kilo. Dan Dada.
original dan dada. Dan 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 dada. Original dan dada.